kan makkelijker zeggen van oké, de sfeer zit zo en dat gedicht ga ik niet doen. En dan, maar de grote lijn zit wel vast en de overgangen. En ja, het zit wel in elkaar als een voorstelling, maar ze kan ter plekke aangepast. Ik heb ooit een vrouw gekend, dames en heren. En alsof dat nog niet erg genoeg was, was er ook iets heel vreemd aan de hand. Die fakte niet alleen haar orgasmes, maar die probeerde zelfs om mijn orgasmes te faken. En ik weet niet hoe gehecht jullie aan jullie eigen orgasmes zijn, maar voor mij was dat een brug te ver. U wordt al eens afgegaan? Absoluut, ja. En wat doet u dan? Ja, afgaan, hè. Ja, en? Dat is een clichéverhaal, hè, dat je ergens in een jeugdhuis staat en dat er inderdaad bijna geen opkomst of interesse voor sommige ex of voor geen ex. En dan is het heel lullig. Als je geen contact maakt, is het al mislukt eigenlijk. Ik vind dat heel, heel noodzakelijk. Wisten jullie dat er voetballers bestonden die soms in het begin van een voetbalmatch hun voet breken, per ongeluk? Zeg ik niet dat die dat expres doet. Maar dat die dan soms met je gebroken voet, zonder dat ze het beseffen, heel die voetbalmatch nog mee afspelen. En dat die dan soms zelf, zonder te beseffen, op de valreep van die match, de laatste 15 nanoseconden van die match, met die kapotte voet naar voren, toch nog de beslissende goal maken. He, paal binnen. Bij die paal is eigenlijk justjes buiten, maar zo noemen ze dat paal binnen. Als je paal echt binnen stond, was het natuurlijk altijd goal.